het was fantastisch, die start van Genema. Laten we maar positief beginnen. Ja, het moet altijd positief zijn, toch? Nou, we hebben goede eerste helft gespeeld. Kans gecreëerd. Ik vond dat HCV, die hebben niet een kans gehad. Die had het lastig. De keeper pakte een paar goede ballen. We waren wat onzoveel dat we naschoten. Maar nee, prima eerste helft afgeleverd. Ja, goede lijn doorgezet van eigenlijk de afgelopen weken. Vorige week haalde je het ook aan. Maar toen was het verschrikkelijk weer erbij. Dat voetbal niet echt goed was. Nou, fantastische omstandigheden vandaag. En ja, dus ik genieten wat je dan ziet van je ploeg. Ja, genieten. Het is gewoon goed. En je moet gewoon meer afstand nemen. Dan komt HCV waarschijnlijk niet meer terug in de wedstrijd. Want HCV had niks in te brengen eerste helft, denk ik. Ja, tot de 44e minuut krijgen we een rode kaart. Nou ja, klaar. Daar wil ik niet te veel over zeggen. Waarom niet? Ja, omdat het gewoon, het is twee keer geel en ja, misschien is de tweede is wat zwaar gestraft. Op advies van de grensrechter. En de eerste helft, de eerste 20 minuten mag alles. Mogen alle duels worden stevig uitgevochten. Dit is ook een duel en dan krijgt hij geel. Dan denk ik, ja, weet je, je kan ook. Ik vind hem te zwaar. Nou, klaar. Het is gebeurd. Maar we krijgen wel de 1-1 in de 44e minuut om de oren. En dat mag ons niet gebeuren. Maar je bent aan het trainen, je staat er ook dicht op. En ik vind dan twee situaties vind ik heel apart. Katietje was daar ongeveer een flinke overtreding op Rens van Betten. Bijna op dezelfde plek. En er wordt geen kaart voor gegeven. En nu dit wel. Kun je dat begrijpen? Hoe heb je dat gezien? Heb je daar een beeld voor je? Nee, tuurlijk heb ik dat beeld voor me. En dat is dus wat ik bedoel. Rens krijgt een overtreding die twee keer zo zwaar is. En wij niet. Klaar. Het is gebeurd. Wij hebben niet verloren van de scheidsrechter. Wij hebben verloren van onszelf. Door momenten dat we gewoon en meer hadden moeten scoren. En dat we gewoon slimmer in het kopje moeten zijn. En we hebben gewoon geen goede tweede helft afgeleverd. De eerste 20 minuten dan. Zijn we slap, naïef. Vind ik dat we de goals weggeven. En dan is het 1-3. En dan is het wel een moeilijke zaak tegen HZVV. Want ja, die heeft natuurlijk een man meer. En die voetballer op dat moment wel aardig. Kunnen jullie dat dan niet invullen door de man meer situatie, de man tekort wat je dan hebt in het veld, dat je dat toch nog vast op die wedstrijd houdt? Ja, dat klopt. Dat hebben we geprobeerd, maar dat is ons niet gelukt. En dat zeg ik, wij moeten dan de organisatie, wat we bijvoorbeeld vorige week tegen Eemdijk 90 minuten lang hebben vastgehouden met 11 man. Nu met 10 man moeten we dat beter voor elkaar krijgen. En wij hebben gewoon te veel voetballers die te veel de bal willen hebben, die frivol zijn. En dan wordt er iets anders gevraagd in een wedstrijd. En daarom heb ik het ook na een uur omgezet en twee aanvallers ingebracht om in ieder geval weer druk vooruit te krijgen. Nou, je hebt gezien dat we ook met 10 man gewoon bij Vlaar er aardig doorheen voetballen. Alleen ja, goed. En dan is het tot de 16. Maar had je misschien dan niet eerder deze keuze moeten maken? Ja, maar dat is altijd als, hè. En we hebben het er wel over gehad, maar ik vind, weet je, het staat 1-1. AZV die staat niet voor niks zesde. En wat ik zeg, we hebben gewoon de eerste 20 minuten niet goed gedaan. Het was naïef, slap verdedigen, want daardoor geven we de goals weg. Maar daarna pakken we het op en ik denk dat we dat weer mee moeten nemen, ook naar volgende week. En de laatste 20 minuten was wel aardig. 3-2, nou ja, die valt te laat. Al krijgt Omar in de laatste minuut nog een bal, een vrij schotkans die overschiet. En dan was het niet verdiend geweest, maar goed. Leermomenten zat vandaag. Je kop verliezen is denk ik ook een belangrijk leermoment. Wat je dit is, je moet gaan halen van je groep. Sorry, wat? Je kop verliezen. Ja, dat. Nee, dat klopt, dat moeten we ook leren. Hè? Van Bart Jan, nou ja, het is even wat onbesuist. Maar we weten wat zijn karakter is. Die jongen die wil ten koste van alles winnen. En nou ja, goed, soms moet je dan even slim zijn om die tackle niet in te zetten. En je weet dat hij hem dan kan geven. Dus het is extra zuur voor ons dat we de twee verliezen. Die er volgende week niet bij zijn. Maar goed, dat gaan we wel weer opvullen. Net wat je zegt, tot slot, de schade is niet alleen een nederlaag hier Leiden. Maar ook twee spelers verliezen richting volgende week een topwedstrijd. Ja, nou gelukkig heb ik 21 man in de selectie, dus komen er altijd wel weer 11 uit het tunneltje. En die dingen gebeuren. En je gaat het echt niet een heel seizoen met 11 man doen. Nee, we hebben echt 21 nodig. En dat zie je nu weer. En we gaan er weer lekker trainen en we gaan het weer wegzetten richting ACV. En wordt een mooie wedstrijd. ACV verloren heb ik volgens mij net begrepen. Dus er staat wel wat op spel. Goed, je doet het af met een grijns wel een beetje. Maar er komen wel weer spelers erbij. Maar ik kan me voorstellen dat je verbinnen wel een beetje baalt. Misschien is dan heel voorzichtig gezegd dat je bijvoorbeeld Rens van Bentum bijvoorbeeld zaterdag niet hebt. Maar het is een hele belangrijke schakel in het mooie voetbal van Geenemuiden. Ja, dus is het ook weer een leermoment voor Rens dat hij niet een bal moet wegtrappen of moet wegschieten. En dat de eerste gele kaart dan een hele dure is. En de andere jongens, de bank, zoals je dat dan noemt, die gaat het weer opvullen. En die jongens die zijn gretig, dat zie je. Ik vind dat ze goed zijn ingevallen. Ze trainen goed. Nou, ze mogen het volgende week laten zien. Dus hartstikke mooi. Dankjewel. Oké. Dankjewel.